vragen en oefeningen. Als je ze thuis hebt, doe je elke oefening 3 keer. Of vaker, als dat fijn voelt voor je eigen leven. De ademtechniek, met wat je nu weer net extra geleerd of gevoeld hebt. Als je inademt, echt heel langzaam inademen. Langzaam je adem binnen laten komen. Je adem vastzetten in het middenkanaal. Dat betekent als de adem binnen is, boven stoppen met ademen. En onder je anus een klein beetje optrekken. Dan zit die adem vast. Terwijl je adem vast hebt, doe jij de oefening. Als de oefening klaar is, kom je terug in de beginhouding. En dan stoot je heel kort de adem uit. Op het moment dat jij die adem uitstoot, duw je eigenlijk vanuit dat middenkanaal alles weer naar buiten, die 72.000 kanalen in jouw lichaam en verder de kosmos in. Je haalt dingen naar binnen die getransformeerd mogen worden. En je stoot dingen uit, licht, wat het negatief heeft getransformeerd. En wat opnieuw jouw kanalen waar je op aangesloten bent, wat die voedt, wat die lichter maakt. 24 oefeningen, zoek je basishouding. Zorg dat je altijd met je ruggengraat recht zit. En dat je contact maakt met de aarde. Nejang, nee, betekent plaats of gebied op je lichaam, maar ook 24 gebieden op de aarde. En jang betekent dat gebied zuiveren of ermee werken. Ontdoen van wat negatief is en zorgen dat daar licht voor in de plaats komt. Als je start, begin met contact te maken met je lichaam. Adem 3 keer rustig in en uit. En voel je totale lichaam. Laat die adem achter je borstbeen doorglijden. Als je de Nejang start, kun je met je duim de wortels van je ringvinger afsluiten. Je wijsvinger is vaak buiten. Dit is je handhouding als je start met het inademen. Adem langzaam in. Zet je adem vast in het middenkanaal, houd je adem vast en begin met het masseren van 1 oor. Terwijl je adem vast hebt, masseer je het hele oor van boven naar beneden een paar keer. Dan vouw je het een aantal keren dubbel. Je legt je hand terug en je stoot je adem uit. Voel na waar je gemasseerd hebt. Voor het andere oor, adem langzaam in. Zet je adem vast in het middenkanaal. Als je adem vast is, til je hand op om je oor te masseren. Raak het los. Je gezicht zoveel mogelijk ontspannen. Pas als je handen terugliggen, adem je uit. Voel na, raak het los, gezicht ontspannen. Open je tweede lichaamslocatie. Adem in. Zet je adem vast. Open je ogen heel wijd en kijk dan heel ver omhoog, heel ver omlaag. 3 keer heel ver omhoog, heel ver omlaag en dan naar links en naar rechts. Voel je oogspieren. Pas als je je ogen terug in het midden zet, adem je uit. Voel na achter je ogen. Ontspan je kaken. Neus, adem in. Hou je adem vast. Begin met het masseren van je neus. Helemaal bovenaan.
van boven die neusbrug naar beneden. Dat doe je een aantal keer. En op het eind knijp je in de punt van je neus en je trekt eraan. 2 of 3 keer. Dan leg je hem weer terug. En je stoot die adem in het middenkanaal uit. Hetzelfde nog een keer met je andere hand. Adem in. Voel bewust dat je je adem vasthoudt. Pas dan plaats je je hand. Masseer je neusbrug tot die punt. En op het laatst knijp je die punt. En trek daaraan je hand terug. Tong, je tongwortel die doorloopt naar je hart en met het bindweefsel van je hart verbonden is. Als je je tong uit gaat steken, probeer zo ver mogelijk die tong uit te steken, naar links en rechts te brengen. Een van je belangrijkste oefeningen. Tong, adem in. Hou je adem vast. Steek je tong uit en dan naar je neus en naar je kin. En naar links naar rechts. Voel na. Laat je tong op je mondbodem liggen. Lippen, je mond. Focus op het binnenhouden van je adem, wat heel wat moeilijker bij is. Een deel van je adem blijft bij het middenkanaal waar je die adem in opsluit. Adem in. Zet je adem vast. In je lippen. Vijf zintuigoefeningen heb je gehad. Voel na in je lichaam. Ook de 5 oefeningen die als 5 oefeningen samen het hoofd heel erg ontspannen, je nervus vagus heel erg ontspannen. Goed zijn voor je autonome zenuwstelsel. Eerste ja, knikken met je hoofd. Adem in. Hou je adem vast en als je adem opgesloten is in je middenkanaal, zink je hoofd en herinner jezelf eraan dat je nek lang blijft, je hals lang. Een paar keer, zolang als het prettig voelt, zet je hoofd stil. Op 3 plaatsen ga je je kruin je hoofd masseren. Voel nu hoe het voelt in je hoofd. Focus op hoe het voelt in je hoofd. En we beginnen met de kruin. Die masseer je met de small fish, binnenkant van je hand. Adem in. Zet je adem vast. Plaats je hand. Masseer die kruin zodat je kaak kan ontspannen zijn. Hetzelfde nog een keer, adem in. Laat heel langzaam die adem binnenstromen. Zet vast. Laat je hand. Je achterhoofd. Adem in. Hou je adem vast, plaats je handen, strengel je vingers, duw je handpalmen naar elkaar toe en masseer over die bladeren aan het achterhoofd.
Je derde oog. Zorg dat je je huid over je borst beweegt en niet je hand over je huid. Adem in. Hou je arm vast. Plaats small fish. En activeer. Met jang jang is het gebied activeren, zuiveren. Voel achter de plaats waar je beweegt. Zelf met de andere hand nog een keer. Adem in. Hou je arm vast. Plaats je hand. Laatste van deze vijf. Je hoofd naar links en rechts draaien. Adem in. Zet je arm vast, zorg dat je hals lang is. Hou je arm vast en draai. Ruggen gaat recht. Schouders. Twee onderdelen. Eén keer los zonder dat je je schouders aanraakt met je handen. En de tweede keer om je pijnplekken of wat diepere plekken in je schouders te vinden. Adem in. Hou je adem vast. Beweeg je schouders. Op een manier zoals je lichaam dat vraagt. Tweede helft van de oefening. Eén keer voor je linker, één keer voor je rechterschouder. Adem in. Hou je adem vast. Plaats je hand en ga masseren en bewegen tegelijk. Andere schouder, adem in. Zet je adem vast. Plaats je hand. Masseer en beweeg tegelijk. Probeer als je uitademt te visualiseren wat je doet. Ga af en toe met je aandacht naar het middenkanaal en visualiseer dat je dat licht uitstoot in jouw energie en het universum. Oksels, volgende lichaamsgebied. Als je je oksels doet, leg je één hand altijd op je hoofd, zodat je arm in je hand ontspannen is en dan kan je met de andere hand werken. Adem in. Zet je adem vast. Dan leg je één hand op je hoofd, masseer je oksel. En de zijkant van je lichaam. Ja, dat we. Andere oksel, adem in. Hou je adem vast. Plaats je hand. Dit is je oksel. Volgende oefening voor je borsten. Adem in. Hou je arm vast. Leg je hand op je borst, eerst omhoog en omlaag. En voel dat je borsten bewegen over je borstkas. En dan maak je cirkelbewegingen.
navel, Kogalutakoba, het ronddraaien van die navel als een soort van wasmachine. Linksom en rechtsom, zo vaak als je kiest of zolang als je je adem binnen kunt houden. Adem in, zet je adem vast en draai. Voel bij deze oefening na, een hele belangrijke oefening voor je spijsvertering. Deze oefening niet doen als je net gegeten hebt. Je nek, bij de volgende oefening kon je je hand in je nek leggen, zodat je langzaam of dat je op een fijne manier je nek kunt bewegen. Je hoeft niet per se te cirkelen, maar je beweegt je nek zoals je lichaam daar behoefte aan heeft. Adem in. Hou je adem vast, visualiseer dat middenkanaal. Plaats je handen. Controleer of je punt van je tong tegen je gehemelte ligt. Je zet de stroming in je lichaam aan als het punt van je tong tegen je gehemelte ligt. Is het een groot meridiaansysteem wat voor en achter met elkaar verbindt en waar alle andere meridianen onafhankelijk zijn, is gesloten. Sluit even je ogen, maak contact met je tongpunt. Waarbij je allemaal op dezelfde manier hebt uitgeademd. De volgende oefening, hart, ga je uitademen op een andere manier. Je gaat al je organen schudden. Zoek de beginhouding. En als je deze oefening gaat doen en je plaatst je handen, maak ruimte zodat je echt met je bovenlichaam kunt schudden. De start van je beginhouding. Adem in. Hou je adem vast. Laat je handen, hou je adem vast en ga schudden. En voel naar kaken los als je naar voelt. Binnenkant van je bovenbenen. Als je die vastpakt, pak je ze van de buitenkant, niet van de binnenkant van de buitenkant. Belangrijk bij deze om te onthouden was dat niet je benen bewegen. Die doen niets, maar jouw armen nemen je benen mee. Trekken je bovenbenen uit en weg. Adem in. Hou je adem vast. Zoek de positie. Open en sluit en elke keer de andere ene boven. Adem je adem vast. En je laat je adem nog eens los. Als je terug zit in water. Je adems komen de deur van Po. Bij elke oefening trek je ietsje adems op. Bij deze oefening trek je ietsje adems op. Maar de oefening zelf is nog verder die adems omhoog trekken en loslaten. Omhoog trekken en loslaten. Hetzelfde wat je bij de oefening vanavond doet. Je adems naar binnen bewegen en naar buiten. Start vanuit je basishouding. Adem in. Sluit je adem op in dat middenkanaal. Adems een klein beetje omhoog. En dan ga je je adems aanspannen en ontspannen. En
Voor de volgende drie oefeningen masseren van je enkels, je kuiten en je bovenbenen. Zet je benen neer tijdens de oefening op een plek of in een positie waarin dat fijn voelt. En dan kun je je benen strekken of dichterbij, zodat je benen in een positie zitten waarin je makkelijk bij je enkels kunt. Waarin je goed bij je kuiten kan en waarin je op een hele aangename manier je bovenbenen kan masseren. Eerst voor de enkels. En ik geef vooral aandacht aan je binnenenkel, omdat die te maken heeft met je geslachtsorganen en met je hormoonsysteem. Adem in. Zet je adem vast. Zoek je positie en masseer je enkels. Kuiten, adem in. Hou je adem vast. Zoek je positie. Masseer je kuiten, knijp, wrijf. Voel wat er in je kuiten gebeurt. Bovenbenen, adem in. Hou je adem vast. Zoek je positie. Masseer je bovenbenen. En als het prettig vindt van de onderkant, kan je benen naar beneden overnemen. Maar vooral de bovenkant en de zijkant van je bovenbenen. Terwijl je adem vast. Contact met je adem. Breng af en toe je aandacht naar het middenkanaal. Zodat je hoofd rechtop staat. Dat je ruggengraat recht op de aarde blijft. Buik, je gaat je buik naar voren rollen en naar achter rollen. Je gaat druk omhoog geven. En omlaag. Heb je last van je onderlichaam, dan haal je alleen je buik omhoog en duw je hem niet omlaag. Adem in. Hou je adem vast. En ga je buik bewegen. Kaken los, voel je tongpunt. Volgende oefening voor je rug, tijger. Als je uit gaat ademen, zorg dat die uitademing uit je onderste chakras komt. Positie in te ademen. Allemaal voors, met handen in de knieën. Je rug recht als een tafeltje. Je hals lang, je neus wijst recht naar beneden toe. Haal je adem naar binnen. Hou je adem vast en terwijl je adem vast is, maak hal en bol. Laatste oefening totale lichaam, die heb je staand gedaan.
Ga er nu zitten doen. Boven je hoofd in je handen klappen. Je hele lichaam masseren overal waar je bij kunt. Dan je handen terugleggen, basishouding. En gedoseerd uitademen. Adem in. Adem weer uit. De volgende inademing klap in je handen. Als je deze oefening liever staand doet, doe je hem staand. Als je lichaamsdeel hebt wat extra pijn doet, gebruik je daar extra. Voel na. Als je alle oefeningen hebt gehad, ga je liggen om te ontspannen. Zoek een positie op je mat. Of met je benen plat. Of met je knieën omhoog als je weer een lastig van je onderrug. Deze houding ontspant de meeste psoas. Weet je dat er nog een trauma in je lichaam zit, dan is dit de beste houding om te ontspannen. Als je lichaam oké is met je benen gestrekt, je benen iets uit elkaar, je armen los van je lichaam, je handpalmen omhoog en je ogen gesloten. Je kaken los. Je tongpunt tegen je gehemelte. Voel na in je lichaam. Je hebt 24 plaatsen op je lichaam in contact gebracht met 24 plaatsen krachtplekken op de aarde, die op hun beurt weer in contact staan met 24 locaties ver